In Sergio Over de Grens ontvangt Sergio Herman, 53, vanavond Frank Lammers, 51, als gast. In een preview is te zien dat Frank openhartig spreekt over zijn 17-jarig huwelijk met Eva, waar Sergio bewondering voor heeft. Wanneer Sergio vraagt hoe Frank dit voor elkaar krijgt, antwoordt Frank: energie. Af en toe knokken. Een keer goed ruzie maken, dat is niet erg. Dat mag allemaal. Het gaat allemaal niet vanzelf. Sergio geeft toe dat hij daar moeite mee heeft en onthult zelfs dat hij zijn eigen huwelijksdag wel eens is vergeten. Het ging allemaal zo snel. Ik vergat op den duur het ritme van het leven. Met deze opmerking lijkt Sergio indirect te verwijzen naar de invloed van zijn drukke werkschema op zijn relatie met Ellemieke Vermolen, 47, iets wat zij eerder ook heeft toegegeven. Na hun relatiebreuk heeft Ellemieke aangegeven dat Sergio er tijdens hun huwelijk vaak niet was. Die is altijd al heel lecht geweest omdat we altijd met z'n drieën waren, ook voor mijn scheiding al. Sergio was zo vaak weg, dus in dat opzicht is er niet veel veranderd.